Medegamers, vandaag zit ik hier met Raymond. Hallo. En we hebben een speciale video voor jullie vandaag, want Raymond die is een van waarschijnlijk weinig mensen in Nederland die op dit moment een heuse GeForce GTX 1080 heeft. Hij heeft er lang op gewacht, dus hij is nu nog steeds kut verkrijgbaar eigenlijk, overal. Dus waar heb je hem gekocht, Raymond? Ja, bij informatiek had ik al gepreorderd, vorige week zo geloof ik. Mm-hmm. Toen kreeg ik eindelijk kreeg ik het bericht van. Van hem komen halen. Ja. Maar gewoon 5 voor mij of zo. En daarna was hij gelijk uitverkocht. Dus daar zie ik hem ook nergens meer op voorraad. En omdat jij hem gepreorderd had, was hij 50 euro goedkoper dan die binnenkort gaat zijn, toch? Hij was gewoon 900 euro. Mm-hmm. Toen heb ik gepreorderd. En nu was hij echt op voorraad. Toen hebben ze hem 50 euro duurder gemaakt. Ja. Maar ik heb hem nog voor 900 euro gelukkig. Ja. Dat is wel duur. Dat is toch wel een flink ding. Nou, dan gaan we nu beginnen met de unboxing. Kijken wat er allemaal in zit. Yes, eindelijk. Inderdaad, ik ben zeer benieuwd. Dit zijn al mijn derde Strix-kaart eigenlijk. Je derde Strix-kaart, oh ja. Hiervoor had ik een 970 in SLI. Ik heb even tijd voor een upgrade. Inderdaad, want ze werden al oud. Twee keer SLI, 970. En een nieuwe doos komt uit de oude doos. Het is echt zwaar gewoon. De doos stond 2,7 kilo of zo. Maar dat was met nog een kartonnen doos eromheen. Mm-hmm. Maar best wel goed verzorgd in het bezorgen, zeg maar. De doos gaat open. Zo te zien ziet er vrijwel hetzelfde uit. De inhoud van de doos, net als de vorige keer met de 970. Ja, een beetje dezelfde layout en zo. Ja, gewoon precies hetzelfde. Ik weet niet wat ze hier aan accessoires in hebben gedaan. Vorige keer was dat vrij weinig, moet ik zeggen. Ik verwacht niet heel veel meer dit keer. Maar. Kijk hoor. Zit erin? Een 8 naar 2x6 pin adapter. Rem. Kan wel handig zijn. In die van MSI zat dat niet, volgens mij. Dat had ik in een review gelezen. Ja, in ieder geval die 970 had het ook niet. Oké, nou. Er is nog een soort kaartje in voor World of Warships. Voor 2 weken geloof ik premium abonnement, maar... Zo'n promotiekaartje. Speel ik verder niet. Nou, gewoon de disc. Het driver CD. Ja, het boekje. Dat iedereen had het gewoon aan de kant legt. Precies. En 2 bandjes. Voor? Nou, zeg maar voor cable management bandjes van gamers. Republic of Gamers. Dus ik wel oh ja, dat is wel grappig. Nou, er zit toch wel meer in dan dat andere ding, toch? Ja, die oude 970 zat alleen maar een cd in. Dat was het. Dat was niks. Saai. Oeh. De Holy Grail. Daar is hij, jongens. Nog in verpakking. Glanzend. Ah. Een still shot. Echt een bakbeest. Kijk, gewoon heel mijn arm, zo groot is deze videokaart, dus je hebt er ook nog gewoon een flinke kast voor nodig, voordat hij erin wil passen. En hij gaat in dit monster, van NZXT, custom made, door Raymond de Man. Als je dit soort dingen wil, dan moet je hem contacten. Hij verkoopt dit, 50 euro per stuk. Wat een nice kast. Ik heb hem ook een soort van, alleen dit is een, mijn is een mid case. Tower. Ja, mid tower. Dat is precies full tower. Dan zijn we weer terug. Net op tijd voor het glorieuze moment. Hij is wel bruut hoor. Echt heel bruut. Voorbij hem indeed. Hij stinkt nog als nieuw. Ja. De fans die blijven ook stil als er niet veel lood op staat. Het is wel gewoon een stille kaart, zeg maar. Deze streepjes zijn allemaal LED. Dat zijn LED? Ja, het zijn allemaal LED-strips, RGB-verlichting. Kan je zelf de kleur van instellen. Oké. Dat is de backplate. Ook netjes. Normaal is het... Met ook weer een RGB-LED Ace, hoe heet het ook weer? Gamers of Republic logo. Die ook weer een kleur kan geven. Alles is nog helemaal in de folie. Oh, daar gaat die. De satisfying moment of feeding of plastic. Hier kijken mensen unboxings voor. Ja. Daar gaat die.
never to return again. I hope. En daar gaat hij. Het is wel echt, echt een mooi ding, gewoon een van de eerste videokaarten die ik gewoon oprecht mooi vind. Hier zit ook nog Republic of Gamers op. Ja, dat is ook weer een led, by the way. En de aansluiting voor voeding is 1 keer 8 pin en 1 keer 6 pin connector. Dus de, is het 30? Ja. Dus dat is wel aardig wat meer dan de, dan de Founders Edition heeft. Die heeft geloof ik 1 6 pin connector of 1 8 pin, in ieder geval maar 1 pin. En wat, wat maakt het uit dan? Wat is het verschil? Ja, sowieso is deze hoger geklokt. Mm-hmm. Voor mij een van de hoogste sowieso van de 9 of de 80. Mm-hmm. Hij zit volgens mij de boost klok zit geloof ik richting de 2019 zoveel. En bij de Founders Edition is dat 1700 zoveel. Ja, dus dat is dus best wel een flinke. Dat scheelt wel aardig wat. Dus ja, maar ik zou het nog verder kunnen overklokken, maar ik denk dat je heel veel meer uit zal krijgen. En hier staat ook gewoon op wat het is. Het is een DVI hier zo. Ja, een DVI, blijkbaar ja. DisplayPort, een 2 HDMI en een. Nee. Is het 7 wat? Een DVI. Oké. Okay. Oké. Hier staat ook twee fan connectors. Dan kan je gewoon normale fans op inpluggen die in je kast zitten. En dan zullen die zeg maar geregeld worden door de temperatuur van de videokaart zelf. Ja, dus hoef je nooit zelf aan te kutten eigenlijk. Nee, je kan nog maar twee fans aansluiten die kan geregeld worden door je videokaart. Dat was het basically voor de unboxing denk ik. Ja, nou bedankt voor de informatie. Ben je er blij mee, Raymond? Ik ben er zeker blij mee. Ja. Kijken hoe je doet op 4K. Dat, ja, dit is trouwens Raymond's 4K Ultra HD 48 inch television. Wow. En hij heeft daar een 4K monitor ook nog. Dit is de setup van Raymond, best wel beast mode. Met deze luidsprekers ook hier zo, ook heel groot. Kijk, dus dat gamen moet wel goed gaan komen. Nou, en dan zeg ik bedankt voor het kijken. Like even deze video als je meer unboxings wilt. Zie ik jullie de volgende video weer. Subscribe ook. Doei!